Zo, beste bakkers. Als jullie door willen gaan naar die grote finale, dan zullen jullie echt gas moeten geven, jongens. Want wij zijn echt op zoek naar die ene bakker die ons alle maten en soorten patisserie zou kunnen aanleveren. En als iemand weet, kandidaten, hoe je thuis de lekkerste banketbakkersrecepten kunt maken, dan is het deze patissier wel. En thuis, boven zijn zaak in Amsterdam, die echt wereldberoemd is, heeft hij een keukentje waar hij de lekkerste recepten bakt. Ik zou zeggen, geef hem een heel groot applaus. Want hier is Kees Holtkamp. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Welkom jullie. Wij gaan bossenbollen maken. En die van mij, die zien er zo uit. Wow. Kijk eens. Dankjewel. Dus dit is een bossenbol. Wow, moeten wij dat ook gaan maken? Hier hebben we alles staan voor het soezenbeslag. 50 gram melk. 50 gram water. 50 gram boter. Dus dat laten we rustig even smelten. Dat gaat heel snel. Dan gaat de bloem erbij. Dit is een heel belangrijk moment. Soezenbeslag moet gaar zijn. Het moet Zeeuwse klei lijken. Kijk, nou doe ik het even in een schaal. Want als ik nu een ei zou gooien in die gloeiend hete steelpan, dan stolt dat ei. Dat moeten we niet hebben. Het lijkt zo simpel, maar toch, hè. Kijk, flink roeren vandaag, hè? Ja. Ga je lam handje warm halen. Ja. Zie je? Ja? Ja. Ja. Als het beslag klaar is, moet de bakplaat met bloem bestrooid worden. Ja, niet dit doen. Nee, maar dat is juist mooi zoals een boer vroeger graan op het land strooide. Zo. Zo doen wij dat ook. Ja. Vervolgens worden de soezen opgespoten. Houd de spuitzak 1 à 2 centimeter van de plaat. Niet meer knijpen. En dan kunnen ze de oven in. Ze zijn gebakken. Wow. Wow. Mooi, hè? En in bossenbollen gaat natuurlijk slagroom. Nou maak ik even met een lepeltje zo een gaatje erin. Kijk, je hebt hem zo vast. Spuitje gaat erin. En je voelt in je hand gewoon van ja, nu zit hij vol. Goed doorroeren. Rond de 40 graden. Dan pak je hem beet en probeer hem zo diep mogelijk door te halen. Langzaam haal ik hem eruit. Ik stoot tegen het oppervlak. Ik ga niet zo staan slingeren. Nee, zo. Want overal moet chocola, maar het moet niet dik. Kees laat ook zien hoe je een bossenbol met glazuur kunt versieren. Kijk, dan doe ik hier een bolletje puur. Dan heb ik hier een prikkertje, die hebben jullie ook op tafel. En dan trek je dat zo. Is dat mooi, hè? Wow. Zie je, een hart van een bloem, dus een bol. Wow. Jullie kunnen helemaal losgaan met kleuren, met decoraties. Het mag groter, het mag kleiner.